Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel witte vlekken, dat zijn hoge wolken en die horen bij dikke wolkenpartijen waar buien uitvallen. Vanochtend de meeste buien in het noorden en oosten van het land en langs de westkust breekt al voorzichtig de zon door. Vanmiddag gaat de zon vaker doorbreken, maar de buien worden ook zwaarder. Ze kunnen vooral de noordelijke helft van het land samengaan met onweer, hagel en ook forse windstoten. Die grens loopt ongeveer tot Den Haag en Schede, daar ten zuiden van vallen minder buien en schijnt wat vaker de zon. In Limburg 17 graden. Vanavond ook nog steeds stevige buien. De wind waait ook fors uit het zuidwesten met windkracht 6 à 7 aan zee. Morgen begint droog, maar in de loop van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. Heel af en toe breekt nog even de zon door. In de loop van de middag komt de zon er dan vaker bij, dan trekt de regen weer weg. Zeer wisselvallige dag weer. Zondag vallen er opnieuw buien. Dat weerbeeld lijkt een beetje op vandaag. Opnieuw dus buien, zon en kans op onweer. En ook maandag en dinsdag hebben we de paraplu nodig. Koudste dag is zondag, 13 à 14 graden. Maandag en dinsdag wordt het een graad op 15. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.